Traditiegetrouw sluit de Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeilvereniging het kalenderjaar af met december vieren. Een race tussen 4-persoons roeiboten van alle leeftijdscategorieën. En natuurlijk een hele hoop gezelligheid. Het is hartstikke leuk, ik ben hartstikke blij, het is mooi weer ervoor. Dus we zijn een hele tevreden vereniging. Voorzitter Hielkema kan terugkijken op een goed jaar. Terwijl veel verenigingen in Nederland te kampen hebben met teruglopende ledenaantallen, was dat bij de KDRZV wel anders. We hebben dit jaar 60 nieuwe leden gekregen die allemaal instructie krijgen hoe je moet leren roeien. Opvallend genoeg was het niet de eerste keer dit jaar dat decembervieren werd georganiseerd. Vorig jaar was het wantij bevroren en werd de race dus uitgesteld naar januari 2023. Dat dit de tweede van het kalenderjaar was, was niet te zien in de deelnemersaantallen. Er deden zo'n 90 roeiers mee. Het ging uitermate goed. Ja. We gingen stukken boven de 14 km per uur. De cadans was goed. En ik wist niet dat je met zoveel kerstmannen zo hard kon roeien. Het was super. De eerste race die ik ooit gevaren heb. En de rest van het team ook. En we vonden het echt super. Deze editie van december vieren was extra speciaal. Er werd namelijk ook een nieuwe roeiboot gedoopt. En wie kan er nou beter een roeiboot dopen dan de Dordtse sportwethouder?